Als het heel warm weer is, dan gaat ze onder het blad zitten. Ja. Kun je, dat is on, gewoon onder het blad. Want daar gaat het nu momenteel om. De coloradokever. En dat is een heel schadelijk beestje voor de aardappel. Die vreet de hele aardappel op. En je bent verplicht om die coloradokever te bestrijden. We doen dit zoveel mogelijk. We proberen met allerlei middeltjes om die dingen weg te krijgen. Maar ze komen altijd weer. En we halen ze meestal met de handen weg. Dus als je dus veel hebt op de tuin, dan krijg je sowieso rode handen. Ze zijn dus vroeger vanuit Amerika hier naartoe gekomen. Daar komen ze oorspronkelijk weg, wat ze mij verteld hebben. En de laatste jaren is het veel erger geworden. Dit jaar is het hier op de tuin verschrikkelijk. Echt, iedereen die aardappel heeft, heeft wel larven op de tuin. En die beesten die kunnen de winter overleven? Ja, die kruipen dus in de grond. De gewone Colorado kever kruipt heel diep in de grond. Uh-huh. Die komt dus, zo gauw de aardappel in de grond staat, dat we gepoord hebben en er komt bladeren aan. Dan legt hij eitjes op de bladeren en daar komen de larven van. Okay. U hebt zelf gezien, die rode beestjes, dat zijn dus de larven. Ja. En als je die larven niet bestrijdt, ja, dan krijg je volgend jaar nog weer meer coloradokevers. Je kunt het gewoon zien, de hele aardappel, de stam is gewoon kaal gevreden. Ja. Maar beschaden ze ook nog andere planten? En, nee, dat niet zoveel. Ja. Ze zitten wel op de planten, maar die beschadigen ze niet zoveel.